Dames, goedemorgen. Het is 7:30, hè? Lize, Jana. Ik ben Jana van Stavel. Ik woon in Mechelen. Ik ben 15 jaar oud. En ik zit hier op internaat. Ik doe acrobatische gymnastiek samen met Solano Casamayor. En we doen dit al 4 jaar. Acrogym is een sport dat je meestal in een team doet, met 2, 3 of soms met 4. En het bestaat uit balansdelen, dus dat de bovenman handstanden doet, en tempodelen, dat de bovenman salto's draait en ja, van alles in de lucht doet. Ik heb altijd tegen mijn mama gezegd van, mama, ik wil op een ventje gaan staan. En dan zei ze van, ja, we zullen gaan kijken voor een club. En dan zo acrogym. Volle goesting naar training als ik weet dat Sergej gaat zagen op mijn gewicht of zo. Als het de dag ervoor een beetje te veel was. Of ja, als het echt gewoon een dag is waarbij ik me echt niet goed voel en ik gewoon wil blijven slapen of zo. Volgens mij hebben we wel een beetje dezelfde positieve eigenschappen en negatieve eigenschappen eigenlijk. We zijn alle twee vrij koppig. Maar dat brengt ons wel echt al ver waar we nu geraakt zijn. En dat is wel echt positief. We zijn altijd ook vechters. Als we iets willen, dan gaan we er ook blijven voor gaan. Combinatie vind ik eigenlijk niet zo heel moeilijk, omdat het school ook nog rekening houdt met dat we topsport zijn. En we hebben dan maar 4 uur les per dag. Dus ik vind het wel nog combineerbaar. Het is wel moeilijk om op mijn eten te letten. Zeker tijdens de kerstperiodes, met feestdagen, verjaardagen. Dan, ja, als er dan taart is of zo, dan hoeft je dat niet eten. Ik krijg steun van mijn ouders bij alles wat ik doe, bij alle wedstrijden, als het een keer minder gaat. Als ik heel kleintjes was en ik keek al op naar acro, was het echt zoiets van, wauw, dit wil ik doen. En nu, omdat ik al zo ver geraakt ben, wil ik gewoon nog verder geraken.